staat 200 jaar. Weet je wie het ooit begonnen is? Nee. Koning van Nederland. Die wilde allemaal dieren hebben. Ik dacht, oh, dat vind ik wel mooi. Een beetje uit de klauwen gelopen. Je moet vooral niet langs deze winkel gaan. Want dat kost al het geld. Ik zou het minst graag in je bed willen hebben. Deze twee. Ja. Die? Ja? Gier. Gier. En herken je er nog meer? Volgens mij is dat een toekom. Een toekom? Die herken ik. Pelikaan. Pelikaan. Ja. Flamingo. Ja, je praat meer goed dan je vader, dat weet ik wel. Ziet er oud uit, hè? Ah, het is ook 67 miljoen jaar oud. 67 miljoen jaar oud. Dus ja, het is inderdaad, als je zegt van het ziet er oud uit, dan heb je wel gelijk. Hebben we niks gezegd. Maar daar zijn ze aan het werk. Het gaat om voor dinosaurussen is eigenlijk nog heel jong. Ja. Want de dinosaurussen zijn 66 miljoen jaar geleden uitgestorven. Dit was een miljoen jaar daarvoor, terwijl de allereerste dinosaurussen liepen 240 miljoen jaar geleden rond. Zo. Ze waren een tijdje gedomineerd, zeg maar. Ja, zeker weten. Langer dan wij mensen. Inderdaad. En dan gooien ze allemaal lijm ertussen. En dat zijn dus vrijwilligers. En als je dit als vrijwilliger dan doet, mag je ook soms mee met de opgravingen. Dat ze dus ergens heen gaan, naar Amerika, zoals die uitlegde. En dan is daar bijvoorbeeld een T-Rex gevonden en dan graven ze dat allemaal uit. Dan ziet het nog best hard werken hier, hè? Je zit gewoon in een soort glazen kooi. Iedereen mee kan kijken. Dan zie je pas eigenlijk hoe klein je bent, hè? Je past ook gewoon in de maag van deze die hier voor zwemt. Ik kan wel een hapje van jou nemen, hoor. Wat vind je het allervetste dier hier die je ziet? Welk dier zou je het liefst willen zijn? Van alles wat je ziet. Welk zou je het liefst willen zijn? Oh, die zijn allemaal rood, ja. Lijkt wel appeltjes. Hij heeft appeltjes gegeten, denk ik. Oh ja, die wil je zijn. Denk je? Als er eentje zou bewegen, zou je helemaal rot schrikken. Ja. Het is een lepelaar. Een lepelaar. Heel veel vogels, hè? Heel veel spartenvogels ook. Ik weet niet dat papa veel mooiere glimlach heeft. Kijk, ja, hij is tanden goed gepoetst, hè? Oh, het ziet er knap uit zo. Boah. Wat is Maki dan? Wie is Maki? Ja, dat weet ik ook niet, maar dit zijn allemaal Maki's. Dat zijn allemaal Maki's, oké. Okay. Ik ben blij dat jij je vader hier meer te leren hebt dan andersom. Jij weet zoveel meer van dieren dan papa weet van dieren. Het eerste boog is 3, 2, 1, go. Echt groot hier, hè? Oh, mooi met die muziek zo op de achtergrond. Ja, 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 ja. Die zeg. Zo eentje aan je hengel hebben. Oh, kijk die daar. Turtle. Als je die aan je hengel. Is dat Donatello, Raphael, Michelangelo? Begin ik het stomste vinden, anders vind ik het zielig. Anders vind ik het zielig, die is het. Zwem. Tada! Lion King. Wauw. Vet, hè? Oh jee. Dat is beter. Eng vriend. Ik vind het echt een beetje eng, hè? Kijk, welke kant wil je op? Wow, joh, er zijn nog zoveel dieren hier. Oh, kijk, die giraf hierboven. Zie je het? Wacht, we rennen met vier heen. Wauw, we staan allemaal aan het water hier. Achter hem staat een buffel. Buffel? Oh ja. Buffel. Vond je het een beetje eng, vriend? Stiekem wel, hè? Komodo vandaan. Wat vind je het vetste beest hier aan de waterkant? Komodo vandaan. Oh, dat is een beest. Wat is een Komodo verraan? Oh, die verraan. Oh, die grote daar. Oh, dat is een beest. Heb ik ooit met je moeder? Ja, gezien. Ja, gezien in Australië. Op de weg, ja. Daar reed ik met 200 kilometer er langs ongeveer. Wow. Gert-Jan, trek je zwembroek aan. Nee, niet te dichtbij? You are thank you.
en ik vind het zekerheid buiten. Wauw, ja. We lopen gewoon midden in Lion King hier, jongens. Kijk. Ratelslang. Ratelslang, oh. Nee, niet te dichtbij. Wauw, wat is dat dan? Je achter die zebra aan zit. Ja, een hyena. Meestal doen ze dat niet alleen, hè? Is dat een dromedaris of een kameel? Aris? Nee, kameel. Kameel heeft twee beelden, toch? Ja. Ja, volgens mij ook. Grote beer? Ik zie hem geen grote beer. Nee, op dat scherm. Oh, op dat scherm. Oh, ik zit om nu naar het scherm te kijken, man. Ik zie het lekker naar de konijn te kijken. Heel stinkt hier. Kijk, die aap erboven hangen. Dat is de grote baas. Hé, hey, kijk, een woestijnvos. Een woestijn? Een konijn. Wat kan oprollen? Een spring. En wat is een woestijn? Dat is een woestijn. Een woestijnkonijn. Een woestijnkonijn, ja. En dat is één, dat is die alleen dan... Is... Op groot? Is dat die? Oh, oké, okay. Dat is die. Oké, okay. Die heb ik wel eens in Sonic gezien. Ja. Moest er overheen springen. Ik vind die wolf vet. Wow, kijk, het wordt donker. Zie je dat? Het wordt donker. En maar dan gaan de wolven leven. Oh. Zie je dat linksboven? Is dat een jaguar, denk je? Die heeft een beetje stippen. Die heeft een beetje stippen. Is dat die dan, een jaguar die daar zit? Of moet dat de jaguar zijn? Nee, die daar achter. Is dat de jaguar? Zo leuk dat ze ook nog even aan mij hebben gedacht. Ja. Stenen, zie je dat? Wow, oh, maar wat voor stenen ook. Die vind ik vet. Zie je hoe die glinstert? Heb je geen filter voor nodig, hè? Wauw, dit vind ik altijd wel mooi. Bloemkristal heb ik. Echt? Kijk. Zo'n witte? Ja. Wat? Stenen geven ook soms energie, hè, zeggen ze. En als het iets is. Hé, deze heb ik ook. Ik heb die ook, alleen dan, nou eigenlijk heb ik, kijk, ik heb een beetje die kleur. Oh, hier is gewoon een lambara eronder door. Wow. Echte eitjes. De Camarasaurus. Ik hoor de voetstappen. Oh jee. Oh jee. Ik ben een beetje eng. Oh, deze zijn hele slimme, toch? Oh, daar is die dus. Leuk is, vriend, om hier te lopen. Is dit door jagers? Ik weet niet of dit door jagers is, maar oh, iedereen gaat uiteindelijk dood. Hè? Kijk. Jaarlijks worden in Nederland zo'n 800 miljard insecten doodgereden. En die moet papa allemaal schoonmaken en eraf halen.
Alle dieren zijn overal dood, hè, vriend. Die hier zijn, ze zijn gaan leven. Nou, zo gaat het in de natuur. Eten of gegeten worden, inderdaad. Wat gebeurt er? Oh, ik besta uit piepkleine deeltjes. Moet je dan, joh? Kom maar. Wat is dat dan? Je denkt dat het zijn een paar pillen of zo. Dus dat is Chita. Die heeft tippen. Ik leer echt heel veel van jou, vriend. Het zou eigenlijk andersom moeten zijn. Zo, sta jij even hoog op de bergtop. Gewoon in je t-shirt. Hey vriend, vond je het een beetje leuk om dit te zien? Ja. Ja? Wat vond je het allergaafste dier wat je hebt gezien? Allemaal bij elkaar. Die haai. Die haai. Je mag kiezen, wil je een doosje Lego met de dinosaurus of ga je voor de knuffel? Wordt dat hem? High five. High five. Wordt dat hem? Ja. Leuker dan de Lego? Ja. Oké, nou kom maar dan. Gaan we naar de kassa. Die banaan aan die knuffelbeer geven. Was zelf wel beter. Oh. Let's go bananas. Werk. Minder groot. Heb je handen gewassen? Ga het doen. Top. Een klein meisje uit de Halifax dat ervan droomt om naar de ruimte te reizen om de zon te kunnen vernietigen. En deze cent. En we legoden lang en gelukkig. Ik niet de roofvogel achter me. Oh nee. Dit. Ha 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 ha!